Hey, in dit huis zitten 5 breingeheimen verstopt bij 5 onderzoekers. Zij vertellen je meer over wat ze hebben geleerd over de hersenen van kinderen. Ga je mee zoeken? Iemand je afwijst of niet met je af wil spreken, kun je daar ontzettend boos om worden. Hoe goed je met je boosheid kunt omgaan, hangt af van je hersenen. Het gebiedje voor in je hersenen, de prefrontale cortex, ontwikkelt zich razendsnel tussen de 7 en de 10 jaar. En kinderen waarbij die hersenen zich sneller ontwikkelen, kunnen beter met hun boosheid omgaan. Dus hou je hoofd koel! Hey! Wist je dat de hersenen van 1 eigen tweelingen meer op elkaar lijken dan die van andere mensen? Alleen de stukjes die ervoor zorgen dat je beter kunt samenwerken of met anderen kunt omgaan, die verschillen van elkaar. En dat komt niet alleen maar door de genen waarmee je wordt geboren, maar ook door je omgeving, zoals bijvoorbeeld je familie, je vrienden of je school. Dus je omgeving zorgt ervoor dat je brein beter wordt in samenwerken. Tof toch? Wat denk jij als je jezelf ziet in de spiegel? Denk je dan bijvoorbeeld na over hoe goed je het doet op school? Over hoe je omgaat met je vrienden bijvoorbeeld? Best veel om over na te denken, toch? Nou, dat gebeurt allemaal in het brein en vooral op deze plek aan de voorkant van je hoofd. Nu hebben je genen waarmee je bent geboren vooral invloed op hoe jij nadenkt over hoe goed je het doet op school. En juist je omgeving, zoals je vrienden, je familie en je leeftijdsgenootjes, dat heeft meer invloed op hoe je nadenkt of hoe je omgaat met je vrienden. Dus, nu je dit weet, denk je dan anders over jezelf? Oh, hey! Iemands foto liken op social media of iemand helpen in de klas? We vinden het natuurlijk allemaal belangrijk om aardig gevonden te worden. Maar hoe reageer jij als iemand een keer niet zo aardig doet tegen jou of tegen iemand anders? Nou, sommige kinderen vinden het makkelijker om dan op te komen voor zichzelf en anderen juist om op te komen voor een ander. Maar kinderen die kunnen opkomen voor zichzelf en voor een ander, zijn degene die hun gedrag ook het makkelijkst kunnen aanpassen in andere situaties. Dus probeer het allebei eens. Oh, hi! Hoe lang je slaapt en hoe vaak je wakker wordt 's nachts, wordt voor ongeveer de helft bepaald door je genen. Aan de andere helft kun je zelf iets doen. Door bijvoorbeeld vlak voor het naar bed gaan niet meer televisie te kijken en door ongeveer op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan. Lukt jou dit al? Dat waren wel 5 geheimen, maar er is natuurlijk nog veel meer te ontdekken. Wat zou jij graag willen weten?